op baan 8 voor de startgemeenschap KS en Daan Westerhof. Op baan 1 voor de vrije slag Simon Beverwijn. Op baan 7 voor ZPC Amersfoort Thijs de Gier. Op baan 2 voor KSN Gerrit-Jan Berends. Op baan 6 ZPC Amersfoort Tim van Erven. Op baan 3 voor WMZ Jisse Lausma. Op baan 5 voor MNC Dordrecht Floris Stanis. En op baan 4 voor ZFC de Gansen Jorn van den Bergen. Dit is de finale van de jongens 100 meter schoolslag minioren. Eerste 25 meter onderweg in deze finale. En dan liggen tussen de gele lijn en Jorn van den Bergen en Floris Stanis. Dicht bij elkaar en voorop de race. Ik denk dat 1,50 meter op deze 100 meter schoolslag. Ja, dan gaan we dus op naar dat eerpunt. En dan lijkt het nu Floris Stanis te zijn. Baan 5 met de voorsprong daarop. Jorn van den Bergen in de tweede positie. Maar bij het keerpunt zien we dan dat Jorn van den Bergen sneller naar de tweede plaats toezwom in 43,85. En voor de staande staat tweede tijd 44,33. Jisse Lausma, derde positie. En dan zit daar Tim van Erven in baan nummer 6. Ook nog dichtbij voor de medailles. En zo komen we nu hier terug naar de voorsprong voor Van den Bergen in baan nummer 4. Die wordt langzaam wat groter richting een lengtevoorsprong voor hem. Op Floris Stanis, dan gaat het slagtempo van Stanis nu wat omhoog. Kijk dan naar Floris Stanis, het slagtempo gaat omhoog en hij komt ook veel dichterbij. Jorn van den Bergen in de buurt. Van den Bergen die deze aanval dan wel afslaat in de laatste meter. Want ook hij versnelt naar de tweede plaats. Dan tikt hij als eerste aan in 1:29.92. Tweede tijd van Floris Stanis, 1:31.08. De derde tijd voor Tim van Erven, 1:36.37. Wachten we op de officiële uitslag voor deze finale. En die verschijnt hier in beeld. De winnaar, dames en heren, bij de jongens minioren, Jorn van den Bergen. Willen zich melden Melissa Hartzaam, Shirley van Maurik, Vera Bastiaanse.